tagliatelle. Pasta met een lekkere bite. En daar gaan we nog van alles bij maken. Allemaal groenten. Dus ik zou zeggen, pak ze vast uit. Zet de oven op 220 graden. En dan gaan we. Tagliatelle met paddenstoelen en honing-mosterdkip. En wat heb je daarvoor nodig? Een zak met gedroogde tagliatelle. Een mooi bosje bleekselderij. Een bakje champignons. Twee teentjes knoflook. Wat honing. En een likje grove mosterd. We gaan dus pasta maken. Doen jullie mee? Zetten we even een pan water op het vuur. Die gaan we even met ruim water vullen. Die tagliatelle die moeten straks zwemmen. Dus ik heb hier een soort soeppan. Dat is echt een flinke. Dus pak even de grootste die je hebt. En dan gauw op het vuur. Champies. We gaan vandaag champignons bakken. Tenminste, we gaan ze roosteren in de oven. We gaan ze dus niet in een koekenpan bakken. Maar wat ik ga doen is in de oven, die staat dus op 220 graden, eventjes kort roosteren, zodat ze lekker wat smaak krijgen. En ik hoef ze dus ook niet te snijden. Maar wel even schoon te borstelen. Daar heb ik zo'n leuk champignonnenborsteltje voor. Mocht je dat niet in huis hebben, dan kun je natuurlijk ook altijd een stukje keukenpapier pakken. Maar spoel ze in ieder geval niet af onder de kraan, want dan zuigen ze zich helemaal vol met water. En met dat borsteltje kun je het zand eraf vegen. En dan gaan ze zo in hun geheel in de ovenschaal. Vandaag dus een pasta. En een pasta met champignons, maar er komen nog meer groenten bij. We gaan namelijk ook bleekselderij toevoegen. En daarbij een lekker krokant gebakken kipfiletje. Maar heus niet zomaar een kipfiletje, namelijk eentje met honing en met mosterd. Die combinatie die ken je natuurlijk wel, want het is altijd heel erg lekker. Dus het wordt een heerlijk Italiaans feestje. Want eerlijk is eerlijk, in Italië maken ze eigenlijk bijna nooit pasta met kip. Maar heel eerlijk vraag ik me wel eens af waarom, want het is hartstikke lekker bij elkaar. Maar het is iets wat een soort van not done is of zo. Kip op je pasta. Nou, we zijn hier in Nederland, dus we gaan het lekker wel gewoon doen. Ze zijn gelukkig niet heel erg vies, die champignons. En als je denkt van, nou, dat steeltje, dat kan echt niet, dan kun je hem natuurlijk altijd afsnijden. Maar zolang ze nog niet bruin en beschadigd zijn, laat ik ze eraan zitten. Ik vind het er ook mooier uitzien. Kijk, kijk, kijk. Klaar. En waarom halveer je ze nu eigenlijk niet? Waarom laat je ze heel? Ik laat ze heel omdat ik dat mooier vind. Dus kort en bondig, hè? Ja. Ja, ja. Eventjes de snijplank schoonvegen. Dan gaan de champignons dus in de oven. Klein beetje olijfolie erop. Door de olie gaan ze natuurlijk wat sneller roosteren. Dus die hebben ze wel nodig. Breng je die een klein beetje op smaak. Niet te veel hoor, want we gaan straks het gerecht ook nog op smaak brengen. Ietsjes zout en peper. En wat ik wel even doe, is met een schep of een lepel de champignons een klein beetje coaten met de olijfolie. En je ziet dat die champignons zuigen zich echt meteen vol met olie. Dus dat is ook precies de reden waarom je het altijd op hoog vuur moet doen. Gauw de oven in. En daar gaan we pas strakjes weer mee verder. Laat die maar gewoon lekker hun ding doen. Champignons die kunnen echt best wel wat hebben. Je hoeft niet bang te zijn dat ze verbranden. Want er zit zoveel vocht in. Dat gaat echt allemaal vanzelf. Ik ga verder met de bleekselderij en de knoflook. Ik heb hier een hele bos met bleekselderij. Dus die was ik even af. Ook even goed tussen die stengels. Want er zit natuurlijk altijd wel wat zand. Dat verzamelt zich daar. En dan snij ik de bleekselderij. Pak ik even een groot mes erbij. Dus die stronk aan de onderkant, die kun je wegdoen. Die zou je eventueel ook kunnen bewaren. En dan een keer in de soep
mee laten trekken. Geeft gewoon heel veel smaak. Is eigenlijk wel jammer als je die weggooit. Want dat is ook waarschijnlijk waar je de bleekselderij van kent. Uit de soep of uit de rauwkost. Maar bleekselderij heeft een beetje een taaie schil. Kijk, ik trek ze er ook zo af. Dat zijn eigenlijk een soort draden. Nou zou je ze natuurlijk allemaal eruit kunnen trekken. Dat is eventjes een werkje. Maar wat je ook kunt doen, wat ik zelf eigenlijk vaak doe om het net even wat sneller te doen, is een dun schiller pakken en de buitenste schil eraf halen. Daar worden ze gewoon net eventjes iets minder taai van. En dat is toch, vind ik, vaak wat lekkerder. Dus de schil eraf. En dan snijden we hem daarna in boogjes. Nou wist je misschien niet dat bleekselderij een afrodisiacum is. Maar dat is dus zo. En naast dat het dus goed is voor de lust, is het ook vochtafdrijvend. Dus mocht je in de zomer het gevoel hebben van, oh, ik ben helemaal opgezwollen, dan kun je natuurlijk de bleekselderij door de smoothie heen doen 's ochtends. Dat schijnt dan ook goed voor je te zijn. Kijk, ik snij hem nu in boogjes. Ik pak gewoon die hele bos en ga er met het mes doorheen. Het blad snij ik dus mee. Nou, dan moeten we ook de knoflook nog snijden, want ik heb natuurlijk beloofd dat we hem gaan stoven in knoflook. Dus ik zet wel vast even de pan aan op middelhoog vuur. En dan snij ik 2 teentjes knoflook. En die kun je natuurlijk ook persen met de knoflookpers. Maar ik vind zelf altijd wel lekkerder om knoflook te snijden. Met de pers verlies je heel veel smaak. Dus door hem te snijden, dat kan best met zo'n groot mes, hou je toch iets meer van die knoflooksmaak. Pasta en knoflook, wat mij betreft, gaan die heel goed samen. We hebben ook nog paddenstoelen erbij, champignons. Nou, dat wisten we natuurlijk ook allemaal al, dat paddenstoelen en champignons heel goed bij elkaar werken. Heb je altijd knoflook in huis? Je moest dus weten. Past toch ook overal bij, behalve in een toetje misschien. Maar knoflook is altijd lekker. Even kijken, gaat er wat olijfolie in een pan? Ik heb hier een pan met deksel, want ik ga natuurlijk stoven. En daar gaat de knoflook in. Die knoflook die laat ik even kort fruiten. Pak ik even een spatel erbij. Daar gaat dan de bleekselderij bij. En het leuke van bleekselderij heeft heel veel smaak. Neem maar eens een hapje. Het proeft echt bijna naar een bouillonblokje. Tenminste, een soort ondertoon wat een bouillonblokje ook heeft. Geeft gewoon heel veel smaak af. Dan bak je die even rondom aan. Gewoon dat even de hitte erin gaat. En dan pak ik eventjes de pan erbij. Dan ga ik even naar de kraan. Ongeveer 75 milliliter water voeg ik toe. Maar ik doe dat even gewoon met een scheut. Maar als je dat liever niet doet, kun je het natuurlijk ook in een maatbeker afmeten. Gewoon even op. De kraan er zo op. Dat is genoeg. Dan gaat hij gauw weer terug op het vuur. Even de kook erop. En dan gaat hij gaar stoven in het vocht. En doordat je natuurlijk de deksel erop legt, gaat dat natuurlijk wat sneller. Dan blijft die hitte ook in die pan. Kijk, nu bubbelt hij. Deksel erop. Zet ik het vuur middelhoog, want die warmte blijft wel in die pan. Dus daar zijn we verder ook klaar mee. Het water kookt, dat zet ik even ietsje zachter, want die pasta die ga ik straks pas koken. Door met de kip.
En we gaan vandaag dus kipfilet maken. En die kipfilet die ga ik insmeren met een lekker goedje. Namelijk met honing en met mosterd. Dat wordt natuurlijk een beetje pittig. Dat wordt een beetje zoet. We gaan een lekker knapperig korstje aan die kip geven. Dus ik pak even een lepel erbij. Dat was heel dichtbij. Kijk. En die honing, daar ga ik 2 eetlepels mosterd doorheen roeren. Dat is het eigenlijk al. Dit gaan we straks op de kipfilet smeren. Daardoor krijgt hij natuurlijk een heerlijke, zoete, pittige smaak. Dus deze laat ik even staan. Dan zet ik even de deksel schuin, want ik hoorde hem klapperen. Kijk, kan er een beetje vocht uit. De kipfilet. Die staat hier. Die kipfilet, die ga ik vandaag wat platter slaan. En dat doe ik omdat hij dan sneller gaart. En we hebben maar 2 kipfiletjes en die willen we natuurlijk voor 4 personen vandaag gebruiken. Dus maak hem ietsjes groter. Pak er even een plastic plank bij. Want we willen natuurlijk altijd op plastic werken als je met kip aan de gang gaat. Als je dat op de houten plank blijft doen, dan trekken al die bacteriën namelijk in je houten plank. En dan kun je die weggooien. Ik heb deze erbij. Dat is een deegroller om flink te meppen. Vers houtfolie. Die gaat er zo meteen overheen. En wat ik ook vast doe, is de pan op het vuur leggen, zodat ik meteen zetten. Zodat ik de kipfilet meteen in de pan kan leggen, zodra die ingesmeerd is. Vuur eronder, zodat die pan goed heet wordt. Pak ik vast een tang, waar ik de kipfiletjes mee kan pakken. Even nadenken of ik alles klaar heb gezet. Een kwastje, dat is ook misschien nog wel een goed idee. Met dat kwastje kun je natuurlijk de kipfilet zo meteen insmeren. Ja, volgens mij zijn we er zo wel. Een klein beetje olie in de pan. Dat is misschien ook wel een goed idee alvast. Laat die olie maar heet worden. Een goede scheut. Dan gebruik ik olijfolie om in te bakken. Want we gaan echt die kip zo meteen flink in de hand zetten. We willen een knapperig korstje. Dus dat kan je beter niet met extra vierge olijfolie doen. Dan leg ik de kipfiletjes op de plastic plank. En daar gaat dan een stuk plastic folie overheen. Zo. En dat is een beetje als bescherming. En dan pak ik onze vriend de deegroller erbij. En dan gaan we ze plat slaan. Ik zal het voorzichtig doen. Nou, heb je misschien geen deegroller in huis, dus dan zou je ook eventueel een zware koekenpan kunnen pakken. Dat werkt ook gewoon. Maar doe het wel een beetje met beleid. Want je kunt ook te hard meppen. En dan gaat die kipfilet helemaal kapot. Wat je eigenlijk wil is dat hij ietsjes platter wordt. En naast dat hij dus wat groter wordt, wordt hij ook een stukje malser erdoor. Dus dat is wel lekker om te doen met kipfilet. Kipfilet is natuurlijk gauw droog. Dus dit zorgt ervoor dat het allemaal sneller gaat en iets malser is. Kijk, als ze plat genoeg zijn, gaat de folie eraf. En dan pak ik de honing mosterd erbij. En dan verdeel ik dit over de kip. En dat doen we natuurlijk aan beide kanten. En wat zo lekker is, zometeen gaat die honing natuurlijk een beetje karamelliseren in de pan. Waardoor je nog meer knapperigheid krijgt. En hij krijgt heel veel smaak. Dan gaan de kipfiletjes de pan in. In de hete olie. Ja, ja. En nu ga ik iets doen
Ik pak een stuk bakpapier. Bedek de kippetjes met het bakpapier. Je dekt ze eigenlijk gewoon toe. Zorg alleen dat je bakpapier niet in de gasvlam hangt. Want dat kan natuurlijk uiteindelijk na een tijdje wel in de fik vliegen. Dus maak een soort stuk bakpapier wat ongeveer even groot is als je koekenpan. Pak even een zware braadpan erbij. En dan leg je de zware pan erop. En dan gaat dit gewoon eventjes zo lekker garen. Nou, pastawater hadden we natuurlijk al opgezet. Dus daar doe ik even wat water in. Water. Zout. Zout in het water. En dan gaat de pasta erin. En zet even een kookwekkertje of een timer. Iets wat jij hebt. Ik doe het zelf altijd op mijn telefoon. En dan gaat ongeveer 2/3 van die zak erin. Dan kookt dit lekker. Die nestjes moet je natuurlijk altijd even lostrekken. En dan gok ik zo dat die champignons inmiddels wel klaar zijn. Ja, die zijn mooi geroosterd. Oven kan uit. Deze laat ik even afkoelen. Geeft niks, want ik warm ze straks toch mee met de pasta. Gaan we nu even kijken hoe het gaat. Ik heb ook even een schone tang gepakt, want je bent natuurlijk met rauwe kip bezig. Nou, die heeft nog heel even nodig, de andere kant. Even kijken hoe het bij de groenten gaat. Nou, dat gaat natuurlijk prima. Dat bakt ook niet zo snel aan. Want er zit genoeg water in om het echt lekker te laten stoven. Dus dat gaat allemaal helemaal goed. Dus even nog een keer de pasta goed doorroeren. Dat is altijd wel een dingetje. Die pasta moet je echt een paar keer doorroeren. Want er komt zetmeel uit die slierten of uit eigenlijk elke pastasoort. En daardoor gaat het plakken. Dus je moet het gewoon goed blijven bewegen. Zodat hij lekker blijft zwemmen in dat water. En dan krijg je dus dat de pasta niet plakt. Even kijken bij de kip. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo heet. Dus dat kan ik gewoon zo vastpakken. Oh, krokante kippetjes met heel veel smaak. Ik ga het vuur uitzetten. Ik zet hem even van de pit af, zodat er wel nog wat warmte blijft. Want dat zit natuurlijk in de pan. Maar als je hem op de pit laat staan, dan gaart het te veel door. Deze hebben we niet meer nodig. Maar laat je bakpapiertje er gewoon nog even op liggen. Dan blijft namelijk die hitte in die pan. Dan hebben we zometeen garen, maar ook warme kippetjes. Eens even kijken hoe het bij de pasta staat. Even proeven. Nou, die voelt volgens mij wel goed. Je kunt hem nu natuurlijk even proeven, maar ik heb Italiaanse vingers, hè, dus ik voel dat. Even een vergiet in de gootsteen. Een beetje plek maken. Dan ga ik de pasta afgieten. Even het vocht eruit. Dan ga ik deze zo toevoegen aan de bleekselderij. Die inmiddels mooi gaar gestoofd is. En gauw toevoegen, niet te lang wachten. Want als je hem een tijdje laat staan, dan gaat hij echt wel plakken. Kunnen de paddenstoelen er ook bij. Laten we die eens even loshalen van de ovenschaal. Ja. Kijk eens hoe mooi die geroosterd zijn. Ze zijn lekker bruin geworden. Dat is uiteindelijk wat je wil met paddenstoelen. Dat ze lekker veel smaak hebben. En dan roer je het goed door. Zodat al die smaken van die knoflookolie en de bleekselderij in de tagliatelle gaan zitten. Eromheen gaan zitten. Dan ga ik je vast vertellen wat je morgen kunt zien bij Wat Eten We. Ik maak een heerlijke omelet met roerbaknoedels. Die omelet die maak ik perfect flinterdun en die gebruik ik als bodem in een kom. Daarbovenop komen zilvervliesrijsnoedels, er komt ook nog wat gebakken spitskool bij en Chinese wokgroenten en ook nog garnalen en sojasaus. Lekker wat peper en zout.
Even doorroeren. Ik zet het vuur ietsje zachter, want alles wat hier nu in zit is natuurlijk gaar. Dus het gaat er meer om dat ze nog eventjes samen verwarmen. Dan ga ik hem even proeven. Nog een klein beetje peper. Nou, deze is klaar. Ik zet het vuur uit. Dat blijft wel warm verder. Dan hebben we natuurlijk nog de krokante kippetjes. Die snij ik in plakjes. Dus bakpapier kan weg. Ja, hier word je toch blij van. Kijk, nou hebben we twee kipfiletjes en die gaan we dus voor 4 personen serveren. Dus ik snij hem in plakjes en dan verdeel ik zo meteen per persoon een half kipfiletje over de pasta. Het is een beetje heet, dus pas op met je vingers. Kijk eens even. Krokante plakjes. Dan gaan we deze pasta eens eventjes opdienen. Pak ik even een tang erbij. En met die tang draai ik een beetje een soort nestje van de tagliatelle. Kijk, als je dat dan een beetje zo doordraait, dat dient toch altijd wel net even wat mooier op dan zo'n grote hoop. En dan heb ik ook nog hier de kip. De krokant gebakken kip, die kan er mooi zo op. Volgens mij ziet dat er heerlijk uit. Maar wat hem uiteindelijk nog smeuiger gaat maken, en dat kan ik altijd... kan ik nooit laten. Dat is wat ik zelf altijd doe. En kijk maar even of je het lekker vindt of niet. Maar ik vind het lekker. Klein beetje olijfolie er nog overheen. Het geeft hem toch net eventjes ietsjes meer smaak. Het is fris en olijfolie is goed voor je hoor. Ik eet het echt super veel. Dus ik zou vooral zeggen, doe dit ook. En kijk morgen met me mee. Maar het lijkt me zo leuk als je nou eens een keer een foto maakt van je gerecht met je gezin erbij. Of de keuken of gewoon met z'n allen. Hoe eten jullie nou thuis? Ben ik heel benieuwd naar. Wil je misschien zien hoe ik dat doe? Nou, dat is als volgt. Oh ja, andersom. Daar zitten ze hoor. Dag collega's, tot morgen!